can feel the heat. Now you're so afraid of what's underneath. Even if it makes me bleed, I'm gonna carry you, pushing through with the dirt on my sleeves. Even if it hurts, even if it's razor deep, I'm not giving up, not gonna run. I'll be there when you need me, even if it hurts. All right, what is it? Let's go. De kaartje snelweg richting haven onder een A1 incident kanaal 1. Kettingbotsing met 2 auto's, 1 vrachtwagen, gewonde personen, 3 gewonde personen. Iemand zit knalt geen bloed te zien van nu. Primair of secundair? Primair. Oké, okay, ik ga vast naar de heli. Nu. Engine starting up. Even kijken, ik denk dat dat land op de snelweg wordt dan. Hey. Jen? Ja? Kom check. Dank. Doet hij het? Ja, oké, okay, mooi. Ah, ja. Daar is de verpleegkundige al. Chef? Al wat gezien? Ja. Ja, we kunnen in principe gewoon op de snelweg landen. Snelweg? Alright. Ja, snelweg. Ga ik even toestemming vragen om de taxi in op te stijgen, momentje. Alright, we hebben toestemming. Mooi. We hebben de meest recht, hè? Ja. En we gelijk toestemming om te stijgen richting ons zuiden. Westen correctie. Daar rijdt de brandweer onder ons. Oké, voor jou Jannek, wij krijgen zo toestemming van de politie dat wij kunnen landen, want ze zijn momenteel bezig met de snelweg afsluiten. Heel goed hoor. Je hebt aangegeven dat we op de snelweg willen landen, of? Ja, dat heb ik aangegeven. Top. En ook voor het incident. Top. Ik ga even wachten tot de groen licht, dan kom ik zo weer hier terug. Jo. Ik ga vast even iets naar beneden duiken. Doe. Dat zie je rechts van ons nu. Wat is dit? Ligt er volgens mij eentje beneden of? Volgens mij wel. Positief. Ik wil niet in die bocht gaan landen, dat lijkt me niet handig. Dus ik. Oh, ze hebben het daar al afgezet, oké. Okay. Ze hebben het voor het viaduct al afgezet, hè? Oh, prima. Ze hebben bij een snelweg afgesloten. Nee, ik denk dat ze dat wel gaan doen. Dat sowieso, maar... We hebben groen licht. Ja, voor het incident? Of... Ja, voor het incident. Oké. Okay. Ik ga even kijken, want... Nou, volgens mij voor het ambu bedoel je dan, hè? Ja, dat gaat niet, hè, ja. Vanwege dat incident. Als jij even vraagt of die politieauto's die op de vluchtstrook staan, die Land Cruiser en de Audi volgens mij, of ze die kunnen verplaatsen, kunnen wij daar landen. Oké. Okay. De politieauto's zijn verplaatst, dus wij zouden nu als het goed is gewoon kunnen landen. Jo. Als jullie met mij meekijken, ik wil hem niet op het viaduct zeg maar zetten, want dan komen we in de war met die muren zeg maar. Ja. Ja. Dus dan moet je hem eentje hierna doen, eentje hierna. Ja. Ik ga zetten voorbij dat matrix gebeuren, eerst volgende. Ja, positief, daar was ik het ook. Daar had de politie het ook al eerder verwacht. Joep. Dus zo kan ik zien niks. Oké, wachten. Ja.
Ja, jullie mogen eruit. Geen bericht. Ja, wij zijn net plaatsgekomen. Heeft u een inzettaak voor ons? Ja, voor jullie. We hebben zeker eenmaal zwaar slachtoffer in het inmiddels zwarte voertuig hier in de vangrail. We hebben verderop nog één lichtgewond persoon, glasnee. En we hebben hier nog een Engelsman, daar heb ik voor de rest nog geen hoogte uit. Het lijkt mij verstandig dat jullie gaan inzetten op het zwaargewonde slachtoffer in het voertuig. Dat is vernomen, wij staan standby voor de zeemersboot, dan gaan wij er even mee aan de gang. Shotering. Ja. Is wel even goed. Is hard gegaan, hè? Mhm. Ja. Goed. We hebben geen gehaald hier voor de rest. Raymond, voor jou. Rechtergereedschap ligt klaar. Voertuigen zijn ook al gestabiliseerd. Ja, topper. Wil ik jou graag stemmen bij jou. Hup, 1, 2, scoop op ready. Dank u wel. Positief. Ja, iedereen heeft een beetje bakken. Ja, zijn toe. Ja, wij gaan nu zo bevrijden. Dus we gaan. Ja, dan mag je... je kan beter hier gewoon tegen het verkeer in naar boven gaan, dan ben je gelijk bij Gary. Hebben we meteen weer nog een keer gezien hebben voordat we hem eruit halen? Ja, positief. Even kijken of een rea setting gaat zitten of niet. Jongens, even helpen. Ja, persoon ligt erop. Gaan we eerst even het MMT laten kijken nou. Ja, dan gaan we kijken hoe we hem eruit gaan halen verder. Er is geen bijdraaien. Oké, iedereen klaarmaken voor mogelijke reanimatie setting. Wanneer de persoon eruit komt, gewoon gelijk volpompen met medicatie voor de rest. Lucas klaarhouden. Jo. Ja. Jongens, iedereen dan vast. Gaan we nu ervan uithalen. Even kijken, is nummer 1 even wel controleren of dit nou volledig vrij is. Even check, double check. Arm zit nog vast bij het dashboard. Robin, even die arm begeleiden. Yo. Oké, prima. Oké, klaar voor iedereen? Ja. Oké. 1, 2, 3. Hoppatee, kom maar. 4, 5, 6. Ja, en erop, leg maar neer. Goed jongens, 1 en 2 voertuig veilig stellen. Goed. En HV inpakken. Brandt u dat toch gedaan, Paco Steve? Jo. Oké, 1, 2. Ga er maar vanuit de reanimatie setting. Jannik, heb jij zojuist de fles bij je? Ja, hier, naast me ligt. Net uit de heli gepakt. En kan jij hem zo lekker vanaf met? Ja, zit er dicht. De brandweer gaat er tussenuit. Ja. Jo, dank u wel. Houdoe. Hoi. We zijn al voor jou hier, zit de 14 erin. Oké, 1 milligram adrenaline. Gelijk er doorheen pompen. Mm-hmm. Hij gaat in eerste instantie gewoon met jou mee. Mits wij een VTB kunnen krijgen, want dit gaat sowieso een VTB worden. Ja. Ja? Alright. Als jij er wil gaan onder... Ja, graag. Alle handjes zijn welkom daar. Dus, dan zet ik de ammeel vast wat dichterbij. Incident 2 voor jou. Ja. De lifeliner 2, leid het eenheid. Ja, zeg het maar. Ja, even voor u. Wij zitten, waarschijnlijk gaat de persoon in een circa aantal seconden, minuten mee met de ambulance. Het zou fijn zijn als daarvoor een VTB geregeld kan worden, over. Ja, ga ik kijken naar wat ik voor u kan doen. Oké, is het in ieder geval graag even aangeven in instantie 2. Ja. Hey General, is die gast stabiel genoeg voor vervoer? Ja, ik vind het goed genoeg. Oké, ga ik even vragen hoe het zit met die VTB. Jo. Van politie. Leidlijnen 2, leider politie. Zoals Poes nu in jouw kanaal zitten. Dat meen je. Lifeliner 2, leider politie. Ja, zeg het maar. Hey, wij zijn stabiel om te vervoeren. Ik wil even weten hoe en wat voor jou. VTW wordt opgesteld, motoren komen aanruimen op de snelweg. We kunnen het ETA 2 minuten vertrekken, denk ik. ETA 2 minuten, prima. Arts, kom eens uit. Ja, zit het bericht. Jij gaat mee, hè, met de ambu. Ja, positief. Oké.
Dan zodra hij is ingeladen, kan hoe heet hij weer bij mij instappen. Ja. De verpleegkundige. Yes. Incident 9 voor VTB. Piloot, kom eens uit. Ja, zeg maar. Ja, voor jou. Ik neem aan dat we naar het EMC gaan. Dus graag rendezvous op EMC over. Zien we je daar. You. Als jij even wilt checken, verpleegkundige, gaan we alvast opstarten. Joep. Oké. Okay. Engine fired. Alright, light check. Light check. Left side. Left side check. Right side. Right side check. Rear check. Rear check. Okay, ready for takeoff. We vliegen richting het noorden. Oké. Okay. Joep. Zo, dat was me wel een inzet. Ja. Oké, okay, we gaan landing inzetten, EMC, chef. Oké. Okay. We zitten nog vrij hoog, dus het wordt een diepe daling. Vernomen. Dan gaan we bovenop het dak. Bovenop het dakjes. Oké. Okay. Moet alleen even goed op de haven vliegen. Nou, zover ik zie, is gewoon daar alles bij. Yes. Engine off.